Ja, het is een tijd geleden dat ik eigenlijk hier gestaan heb. Maar dat heeft een reden. 18 juli was het dat ik hier voor het laatst een praatje gehouden heb. En toen heb ik tegen André gezegd, ik zeg, joh, ik vind het wel een beetje armoedig hier. Zit je op zo'n tafel en elke zelfrespecterend persoon heeft toch wel graag een katheder of een beetje een spreekgestoel. Dus toen zei André van, ja, je stond hier ook maar een beetje zo. Zei ze geen pie van, ja, maar wat moet ik hiermee? Ik zeg, nou, ik zeg, joh, in Ghana loop ik vaak langs een timmerman, Isaac en Samuel, Opoku. Ik zeg, dat zijn vaklui. Die kennen je wel uit de brand halen. Dus ik in een keer, hij zei, oh, regel wat maar eens. Dus ik kan langslopen en ik heb me aangeklampt. Hij zei, wat wil je? Ik zeg, nou, een mooi spreekstoeltje. Nou, hij heeft de maat een beetje van mij opgenomen, dat ik niet krom hoef te staan. Ik zeg, nou ja, mijn broer is zo lang en alles. Dus alles een beetje zo geregeld, zo gezegd, zo gedaan. En zie hier het resultaat. Ik zou zeggen, het mag er wezen. Dus ik zeg tegen André. Ik heb nou heel veel gedaan, maar hij begon toen over die centen. Ik zei, joh, bij de meeste evangelische gemeenten, het is altijd 10%. Wat zo maar. Ik zeg, maar joh, dit is in Afrika, en een stuk goedkoper. Ik zeg, is geen probleem, 5%. Dus, nou, daar zal hij zo misschien nog een keer op terugkomen. Ik zeg, maar joh, ik heb dit geregeld. Ik heb het timmerwerk zeg maar geregeld en het management zeg maar, het connecten. Ik zeg, en jij regelt maar de centen en jij zorgt maar dat hij hier ook komt. Maar goed, dan wordt het stroperig. Mijn aandeel in is iets, dat is altijd, daar zit wel snelheid in, maar ja, toen begon het. Dus, zie je hier het resultaat? Ik sta nog steeds voor dit tafeltje. Maar goed, ik kijk naar mijn buurman. Dat is ook een begaafde pianist. En die heeft ook geen vleugel. Nee, die zit ook met zo'n armoedig kastje, zeg maar. Dus ja, we zijn hier maar eerstelingen, zeg maar. En het moet allemaal een beetje klein en simpel en eenvoudig. Dus ja, de hoogmoed is me weggeslagen. En wij accepteren maar onze situatie, zeg maar. Hè? Dus ja, het is gegaan zoals het gegaan is. Ik zou zeggen, zonder preekstoel, toch hartelijk welkom iedereen. En we gaan er een goede dienst van maken. Tenminste, van mijn zijde zeer zeker. En mijn broer had het over, hij zei, joh, maar ik heb ook een geestig onderwerp. Dus ik zou zeggen, het moet goed komen hier vanmorgen. En u hebt ook wel misschien een beetje zitten koekeloeren naar dat filmpje wat er was. En dat is een geweldig schouwspel, wat op moment plaatsvindt in de natuur. En als u dat vandaag wil aanschouwen, googelt u maar eens, het zijn spreeuwen. Dat zijn die clusteren zeg maar nu om deze tijd, en dat duurt nog 14 dagen en dan is het weer over. En dat zijn zeg maar spreeuwen, zeg maar dat is de VN. Dat zijn spreeuwen uit Scandinavië, dat zijn spreeuwen uit Rusland, daar zitten ook nog Nederlandse spreeuwen. Maar de spreeuw die we zien het hele jaar door spreeuwen, maar de spreeuw die u in de winter ziet, is een andere als die we in de zomer zien. Dat, en daar ga ik het zo meteen over hebben, over de trek, migratie. En, maar dat is zulk geweldig schouwspel, die spreeuwen. En je zou zeggen dat ze niet tegen elkaar op botsen. Dat gebeurt ook niet, want elke spreeuw vliegt 36 kilometer. En het probleem op de snelweg heb je altijd met een botsing als degene voor je stopt en jij rijdt door. Dat gaat nooit goed. Maar daar hebben die spreeuwen geen last van. Allemaal vliegen ze 36 kilometer. En elke spreeuw houdt er 7 in de gaten. Dat zijn een soort van sensoren. Dus overdag zijn ze in de parkjes en 's avonds net voor slapen gaan, lijkt wel of ze God willen bedanken voor de mooie dag, komen ze samen op de rietlanden. Elk jaar dezelfde plekje en dan gaan ze fourageren, net voordat ze slapen gaan. En omdat die er maar iedereen houdt er zeg maar 7 in de gaten, en dat kunnen er wel 8.000, 9.000 zijn, dus dan heb je toch een heel sliert.
Dan krijg je, nou, dus de ene wil landen en dan bedenkt weer om op te stijgen. Dan komt de ander eroverheen. Dan krijg je eigenlijk bijna een levend schilderij. Nou, u hebt het 4 minuten kunnen aanschouwen. Schitterend mooi. Dus, weet u wat ze dan in Afrika zeggen? Als je een mooi verhaal houdt, tenminste dat zoiets groots is, dan zeggen ze altijd amen. En was dat mooi of is dat niet mooi? Ah. Kijk, zo bedoelen we het. En dan gaan we eerst eens zingen. Mijn vader, dank u wel. André. Uitgelicht en daar vertel ik eens wat over. En hoe wonderlijk dat allemaal in elkaar steekt en ja, hoe een grote designer daarachter zit. Dus, nou, we kennen allemaal dat programma wat ik vertrek. Meestal betekent dat ik verrek. Maar goed. En dan heb je het, zeg maar, ja, niet alle dieren vertrekken, sommige. En dat noemen we in de vogel, zeg maar. Ja, je hebt trekvogels en je hebt standvogels. Ja, dat heb je bij mensen ook. Als ik nou in ons eigen gezin kijk, dan is mijn vrouw is een standvogel. Die wil graag de watertoren blijven zien. En ja, maar zo zijn er ook kraaien en mussen. Huismussen, zeg maar. Dat zijn standvogels. Die zijn altijd op hetzelfde plekje. Ik vind het altijd wel heerlijk als ik naar Schiphol kan. Dan ben ik bijna net de paus. Dan kus ik bijna de grond. Ja, kijk even weg. Het wordt wel spannend. Maar, en dat is niet omdat ik een hekel aan een vrouw heb, absoluut niet. Want een trekvogel komt ook altijd weer met plezier terug, zeg maar. Maar goed, dat zijn zo de verschillende karakters. Ja, noem maar op. En laat ik dan beginnen met dit dier. En dit is een gnoe, een wilde beest. Die leven daar in de Serengeti. Bij Kenia, Tanzania. Die trekken duizenden kilometers. En als ze dan, zeg maar, in de Serengeti in Tanzania, rond de evenaar, en dan, zeg maar, die waterkolom, die regens, die switchen dan of naar het zuidelijk halfrond, als het daar voorjaar wordt, of half jaar later gaan ze weer naar het noordelijk halfrond, als het bij ons, zeg maar, voorjaar wordt. Maar goed, daar hebben die regens grote invloeden en dan kuddes van 1 miljoen is geen uitzondering. En dan trekken ze en dan bevallen ze, zeg maar, halverwege. Dan kalveren ze. En dan die kalf, die staat met een paar uur. En 2 dagen later moet die weer met de flow meegaan. Trekken ze weer duizenden kilometers. Dan komen ze rivieren tegen. En die rivieren dan leggen, zeg maar, de krokodillen al te wachten op die hapklare brokken.
Maakt niet uit, ze trekken verder. En als ze dan hebben ze duizenden kilometers afgelegd. En als daar de droogte tijd begint, dan gaat het spelletje weer terug. Vice versa. Een ander dier. Dat is Stoffel. Nee, dit is een leverschildpad. Een gigantische jongen. Maar als die zijn eieren gelegd heeft, en die jonkies die zijn zo groot, die eitjes komen uit, dan is het krabbelen ze boven en dan, ook dat is alweer zo wonderlijk, dan gaan ze altijd richting zee, nooit richting land. En als die kleine beestjes, die diertjes, die schildpadjes dan in zee komen, dan zwemmen ze tienduizenden kilometers. En dan is die 25, 30 jaar oud, dan is die volwassen, zeg maar, dan is die geslachtsrijp. Dan paart hij en dan gaat die schildpad naar het strand op exact hetzelfde strand als waar hij uit het ei gekomen is. Is dat dan niet wonderlijk? He? Hij heeft geen tomtom, geen koekelmap. 25, 30 jaar zwemt hij over die wereldzeeën en hij komt exact op hetzelfde strand, legt hij weer zijn eieren. Over wonderlijk gesproken. Volgende dier. De zalm. Wordt geboren op een berg daar in Canada, 2.000-3.000 meter hoog, op zo'n koud watermeer, hè, in Canada, Amerika. Als klein beestje zwemt, als zoetwatervisje, zwemt of gaat zo de waterval naar beneden af. Dan komt hij bij open zee, dan wordt die zoetwatervis een zoutwatervis. Al dat is al wonderlijk, want vang maar eens een zoetwatervis. En doet hem in een emmer met zout water. Nou, die legt gauw op zijn rug hoor. Nee, hij transformeert dat grote wonder, wordt een zoutwatervis. Is 5 jaar lang op die grote oceanen, daar in die noordelijke zeeën, dan wordt hij vet. Gaat terug naar de rivier waar hij 5, 6 jaar daarvoor uitgezwommen was. Exact datzelfde riviertje gaat hij weer op. Over water vallen, over allerlei gevaren die hij tegenkomt, u ziet het, legt daar weer zijn eitjes en het circus gaat weer opnieuw beginnen, of de cyclus. Wonderlijk! En dan wordt die zoutwatervis wordt weer een zoetwatervis. Maar een ander dier die zegt van, joh, maar ik hou niet van trekken, dat is deze meneer, een grizzly of een bruine beer. Die, want dat vindt plaats, die zalmentrek, in oktober, november. En dan, dan worden de dagen korter. En meneer trekt niet, die gaat regionaal, die gaat een hol opzoeken. Maar voordat hij dat doet, moet hij zijn eigen nog wel even vet vreten. Nou, dat doet hij op een hele makkelijke manier. Door die zalmen, die vette zalmen, die verorbert hij volop. Hij is vet. En als er dan de tijd daar is, gaat hij naar zijn hol. Wonderlijk iets, dan wordt zijn hartslag zo laag. Alles komt in vertraagde toestand. En als hij 5 maanden later, zeg maar, na zijn winterslaap wakker wordt, is hij 1/3 van zijn gewicht kwijt. En dan gaat hij weer. Nou ja, begint het leven weer, zeg maar. Ik hoef ook niet te vragen wat dit is. Dit is een kikker. Die heeft weer een ander iets om, zeg maar, de winter over te overleven. He? Over in de zomer, dan kwaakt hij, dan vreet hij insecten. Maar als het dan najaar wordt, dan de insecten verdwijnen, de dagen worden korter, het water wordt kouder. Dan denkt hij, ik ga de modder in. Die overwintert in de modder. En als dan de dagen weer gaan lengen, dan neemt hij dat waar, dan wordt het water weer warmer, de daglengte wordt langer en dan komt hij weer, zeg maar, boven water en dan legt hij weer kikkerdril en dan zegt hij weer kwak. Nou, de laatste. Dit is een longvis. Die leeft in Afrika. In de regentijd heb je daar poelen, wat zich dan ontwikkelt en dan leven er allerlei vissen en dan leeft ook deze longvis. Maar als dan die even naar zon heb staan schijnen en die is brandend, dan wordt dat meertje of die poel, dat wordt een modderpoeltje. En dan, ja, dan leeg je deze vissen, die zwemmen zo groot zijn.
Wat moet die? Het meertje wordt of de poel wordt elke dag droger. Dan heb je ook wat opgevonden, of de schepper heeft daar wat opgevonden. Dan graaft hij zich in de modder om een slijmlaag dat hij niet uit kan drogen. Die kieuwen, die hebben niet meer de functie. Dat wordt een functie van een long, een lage hartslag. En dan is het weer wachten op de volgende regens dat dat poeltje weer vol gaat komen. Dat kan het volgende jaar zijn, maar hij kan ook, als de regens uitblijven, kan het zomaar 4 jaar zijn. Dat hij in de modder blijft en als het dan weer gaat regenen, het probleem is opgelost, hij is er weer. Ik heb hier zomaar een greep gedaan, ik kan hier nog uren praten, maar dan word ik een probleem met mijn broer. Dus ik hou het hier maar bij. En ja, dit is de migratie over dieren. Maar wij mensen, zoals wij hier zitten, wij zijn ook pelgrims, zeg maar. He? Wij lopen met ons hoofd in de wolken. Wij zijn hier op de aarde, maar wij zijn eerstelingen. Het hoofd is daar. En wij zijn onderweg, net als Abraham, naar. En ja, hoe mooi is dat? En dan wil ik eindigen met een lied van De Dijk. Dat vind ik altijd een mooie oproep. En daar zit Spirit in. En die hebben een lied. Alles, alles komt terecht. We zijn er nog niet, maar we zijn onderweg. Nu, we beginnen pas. We beginnen nu pas echt. En dan zegt het. Juist. En dan gaan we nu nog een mooi lied zingen wat toepasselijk is. Hè, op de track, noem maar op. Dus, André. Foto's kijken en we weten van de migratie en we zien die spreeuwentrek en we kijken naar de natuur, dan is het ongelooflijk wat één groot wonder is en wat voor design daarachter zit. Zo ingenieus. En daar spreekt de Bijbel ook al over, dat de waterleliën, de vogels, zij loven u. En wij mogen u kennen als onze Vader en wij mogen ook dank u wel zeggen naar wat ons allemaal gegeven is. Wij hebben misschien onze dagelijkse zorgen of wat dan ook, maar wij kunnen dat brengen bij onze Vader, die ons leven leidt in alle opzichten. Wilt u samen met André zijn, als hij zometeen het woord brengt, en dat we hier met elkaar een goede dienst, een goed uur zo met elkaar mogen hebben. En dat hebben we allemaal te danken aan onze Heer Jezus Christus, de opgestaande Heer, die de dood achter zich gelaten heeft en gezegd heeft, de dood telt niet meer mee, maar het leven. En in zo'n God, zo'n grote God, daar mogen wij geloven. Dank u wel dat onze ogen daarvoor geopend zijn. Amen. Een hele goede morgen. Ook van mijn kant. Naar dit mooie verhaal van mijn broer Dirk. Over al die dieren.
over het geweldige wonder wat zich daarin voltrekt. Schitterend om daarbij bepaald te worden. Een boek van de natuur te openen. En ik mag een ander boek openen, maar van dezelfde auteur, dat weer wel. En namelijk het boek, of beter gezegd de bibliotheek van de schriften. En ik heb het als titel meegegeven, en Dirk Hinte gaf daar zojuist al even een hint naar, dat het geestig zou zijn, maar ik kan ook zeggen dat het een heel zielig verhaal wordt. Maar eigenlijk is het zo, en u ziet het hier ook afgebeeld, als zielig geestig wordt. Eigenaardig hoe die woorden in het Nederlands ook functioneren. Wat dat betreft ben ik blij dat ik nu ook vandaag Nederlands spreek. Want het Nederlands is daarin ook heel erg behulpzaam. Dat wil zeggen hoe bijvoeglijk naamwoorden zoals zielig en geestig verwant zijn aan het zelfstandig naamwoord ziel en geest. En u ziet hier een heel aantal van die zielige smileys. En één die kennelijk iets ontdekt heeft en met een big smile de dingen mag aanschouwen. Nou, dat is een mooie vertolking eigenlijk van waar het over gaat. Als zielig geestig wordt. Ik moet erbij zeggen, ik zei zojuist over het Nederlands is ons erg behulpzaam om deze dingen duidelijk te maken. Dat is waar. Aan de andere kant moet ik er ook meteen bij zeggen dat als er één begrip is waar enorm veel verwarring over bestaat, dan is het juist over wat zielig is, of zoals wij het meestal gebruiken. Eigenaardig, want ziel is Nederlands, maar we gebruiken heel vaak ook het Griekse woord daarvoor, namelijk psyche, of psychisch, of psychologisch. Maar goed, u begrijpt, dat is allemaal van hetzelfde afgeleid, en dat is het woordje ziel. En nou zou je voor de aardigheid, en ik heb het even voor u gedaan alvast, een woordenboek moeten raadplegen en dan kijken, wat is dat eigenlijk, zielig? Of psychisch, ziels. Nou, ik ben eerst naar de etymologiebank gegaan, .nl. En daar kun je dus de woordafleidingen terugvinden. Een geweldige, boeiende website, kan ik u vertellen. Er gaat bijna geen dag voorbij, of ik kom er wel even op. Ik vind dat erg interessant. Maar dan staat daar bijvoorbeeld psychisch. Dat is zoiets als geestelijk. Mm-hmm. En nog even verder. Ik weet niet of u het allemaal goed kunt lezen. Ook het Latijnse woord wordt er daar nog bij betrokken. En het Griekse psychikos. En dat is ook geestelijk. Of hier staat dan psychisch. Oftewel geestelijk. In het Indonesisch is dat ook zo. Wist je dat, Ronald? Ja. Ja. Zou ik ook gezegd hebben. U zegt van ja, maar de etymologie woordenboek, dat is een beetje een uitzondering. Want over het algemeen zien ze dat echt wel goed. Nou, dan gaan we even naar een ander woordenboek, cultureelwoordenboek.nl. En wat zie ik daar? Bij het woordje psychisch, dan staat er psyche, geest of ziel. Het is geestelijk, in tegenstelling tot lichamelijk. Oftewel, dat is ook een Grieks woord trouwens, somatisch. Dus psyche, ja, dat is geest. Of geestelijk. Nog een woordenboek er eventjes op nagezocht. Op dat woordje psychisch. Spiegisch, zoals sommige mensen dat dan zeggen. Die er wat moeite mee hebben. Maar goed, we weten waar het over gaat. Dan staat er bijvoorbeeld hier. Psychisch, dat is geestelijk. Met betrekking tot de geest. Tussen haakjes psyche. Een synoniem van geestelijk. Ziet u? Met andere woorden, als je, en dat zie je dan ook, als je psychische problemen hebt, of je hebt geestelijke problemen, dan ga je naar de psychiater. Die begrippen worden gewoon door elkaar gebruikt. Ziel en geest. Wat ik vanmorgen ga vertellen, is dat de schrift er een, als een zwaard, als een samurai zwaard, een tweesnijdend scherp zwaard, een onderscheid maakt tussen beiden. En sterker nog, een
tegenstelling tussen beide ziet. En juist over die tegenstelling gaan we het hebben. Laat ik eerst eens beginnen bij Hebreeën 4. Daar staat het volgende in vers 12. Want, dat is een wat letterlijke weergave van deze tekst. Want het woord van God, dat is trouwens als een zwaard, scherp. Ook gevaarlijk trouwens, levensgevaarlijk, als je het zo, zomaar hanteert. Het woord van God is levend. Het leeft, het spreekt van leven, het geeft ook leven en het is ook effectief. Het doet waar het toe bestemd is. Het heeft een uitwerking, het heeft power. Ga maar na. Ik bedoel, wat zojuist door Dirk verteld werd over de natuur. Ja, dat is allemaal voortgebracht door het woord van God. Hij gebood en het stond er, hij sprak en het was er. Staat er ergens in de psalmen. Dat is allemaal voortgekomen uit het woord. Hij zei, er zij licht, er was licht. En zo is alles voortgekomen uit het spreken van God. Nou zeg, ontken dan maar eens een keertje dat het woord van God effectief is. Het gebeurt altijd exact zoals het ook beoogt. Het vervult altijd dat waar God het toe zendt, staat ergens in Jesaja. Enfin, het woord van God is levend, effectief, maar ook scherper dan ieder tweesnijdend zwaard. Het is scherp aan beide kanten. Hoe je het ook hanteert, maar het snijdt altijd. En zodanig en doordringend, en nou komt het, tot verdeling van ziel en geest. In de MBG-vertaling staat dat het van één scheidt ziel en geest. Maar dat is dezelfde gedachte. Dat wat wij dus in het spraakgebruik vrolijk door elkaar gooien, en zelfs officiële woordenboeken doen dat met het grootste gemak, dat maakt het woord van God. Daarin maakt het woord van God scheiding, een tweedeling. Zet het juist apart, als een zwaard onderscheidt het de dingen. Gewrichten en merg, ik ga daar nu eventjes aan voorbij, maar het is ook oordeelkundig. En dan staat erbij van gevoelens en gedachten van hart. Dat is trouwens heel boeiend, want dat heeft ook alles te maken met die verdeling van ziel en geest. Ziel. Ik geef nu alvast even een aanzetje, een hint in de richting waar we straks naartoe zullen gaan. Ziel en geest, gevoelens en gedachten. Het innerlijk van de mens, het hart, het binnenste, het centrum, jawel, maar dat is onderscheiden in gevoelens enerzijds en gedachten anderzijds. Het heeft alles te maken ook met die verdeling van ziel en geest. Dat is wat het woord van God wel doet. Wat mensenwoord door elkaar gooit, dat verdeelt van één scheidt, dat scheidt van één het woord van God. Nou, laten we eens wat nader op dat woord ziel zelf ingaan. Het woord ziel, zoals wij dat in het Nederlands gebruiken, of in de moderne talen heeft het allemaal, lijkt het allemaal een beetje op elkaar. In het Engels heb je soul, maar in het Hebreeuws is het woordje nefesh. En in het Grieks, daar hadden we het dus al even over, dat is psyche. En die beide woorden komen we en in de Hebreeuwse Bijbel heel vaak tegen. Maar ook in de Griekse Bijbel het woordje psyche en het bijvoeglijk naamwoord ziels heel dikwijls. Boeiend en buitengewoon belangrijk. Grappig genoeg hadden we het 2 weken geleden ook al eventjes in deze richting over dit onderwerp. Toen kwam dat via een andere aanvliegroute ook al even ter sprake. Maar het woord ziel wordt voor het eerst gebruikt in verband met het gedierte. Niet in verband met de mens. Het hele idee, dat is dat Grieks platonische, filosofische idee van een onsterfelijke ziel waar die de mens zou hebben. Dat komen we niet tegen in de Bijbel. Het idee is niet zozeer dat het hebben van een ziel, je bent een ziel, maar het wordt voor het eerst gebruikt in verband met de wemelende dieren. Het wordt een paar keer gebruikt in Genesis 1, dat de wateren wemelen, krioelen,
van, nou ja, dat zagen we zojuist wel met die, dat zijn buffels die krioelen niet natuurlijk, maar u begrijpt wat ik bedoel. Die enorme scholen of kuddes of zwermen, het wemelt, het beweegt, dat is trouwens ook het onderscheid met een plant. Een plant is geen ziel, dieren wel. Een plant staat namelijk vast. En we zullen dat trouwens straks ook wel zien, wat nog een belangrijker onderscheid wellicht met, het, met een plant ook is. Maar houd dit vast. Een ziel, dat is, het wordt het eerst voor gebruikt in verband met het gedierte van het veld of de vogels met de vissen. Dat zijn allemaal zielen. Ze hebben geen ziel, het zijn zielen. Daar zit nog iets achter, en dat verklaart trouwens ook precies waar ik het net over had. Namelijk, een plant is geen ziel. Ja, inderdaad, die wemelt niet, die krioelt niet, die staat op één plek. Dat is één ding. Maar bovendien, de schrift leert ook dat de ziel is in het bloed. Het bloed representeert eigenlijk ook de ziel. Dat zie je op allerlei plaatsen terug. Ik kom daar later in deze toespraak ook nog eventjes op terug. Maar dit is al belangrijk om te zien. De ziel, dat is in het bloed. En dit is iets wat de mens gemeenschappelijk heeft met het gedierte. Namelijk dat, is, dat ze beide in de schrift levende zielen worden genoemd. Dat vind je dus meteen al in Genesis 1 en 2 terug. Dus het verschil is niet, zoals ik dat ooit vroeger wel hoort, ja, een mens heeft een ziel, een dier niet. Dat is heel aardig gezegd en wellicht ook goed bedoeld. Daar heb ik het niet over, maar het is in ieder geval niet bijbels geformuleerd. Want als je meteen gewoon begint bij de eerste bladzijde, dan weet je meteen al van, hé, die gedachte klopt niet. Al moet ik er ook bij zeggen dat als je bijvoorbeeld een NBG-vertaling hebt, dan wordt het woordje ziel vaak gewoon zelfs wegvertaald. Dan staat er bijvoorbeeld in Genesis 1 helemaal niet levende zielen, wat er eigenlijk wel staat, maar dan staat er levende wezens. Ja, maar dan raak je de draad natuurlijk kwijt. Dat is lastig. Maar de mens is net als een dier ook een levende ziel. Dat is dus wat die overeenkomt. En ja, wat, nou in feite kun je dan ook meteen begrijpen wat die ziel is. Als een plant weliswaar levend is, maar geen ziel, wat is dan het verschil? Ja, je kan zeggen van, ja, het gedierte en de mens wordt gekenmerkt door het bezit en het hebben van bloed. Dat is één ding. Maar waar de ziel vooral door gekenmerkt wordt, is door het feit dat het zintuigen heeft. Ogen, oren. Nou ja, het voelt ook. En dat is precies ook de tastzin. Hè? Je voelt de dingen, je beleeft de dingen. Je hebt emoties. Daar zit trouwens ook beweging in. Hè? Motion. Beweging. En dat gaat hier en dan daar. Emoties. Dat is het leuke van emoties. Is dat het nooit hetzelfde is. Maar het is trouwens ook het lastige van emoties. Toch? Want je zou emoties, een bepaalde emotie zou je vast willen houden, maar ja, dat is juist wat emotie eigen is. Dat kan je niet vasthouden. Want dat beweegt namelijk altijd, voortdurend, door de indrukken die we via onze zintuigen hebben en krijgen. Die zintuigen nemen dingen op, je maakt dingen mee. En dat beïnvloedt uiteraard de beleving, je emoties. Dat wordt daardoor direct beïnvloed. Nou, dat is wat de psyche, de nefesh, is. Dat is dus een wezen, ja, met zintuigen, bloed en emoties. Trouwens, emoties heeft ook alles weer te maken met dat bloed. Want ja, als de emoties heftiger worden, gaat het hart sneller kloppen en dan. Nou ja, dat heeft dus ook alles met bloed te maken. Ik wil dat eventjes laten voor wat het is. Maar dit is even belangrijk om te zien. Trouwens, dit herken je ook wel als wij het hebben over psyche. Dan doelen wij ook inderdaad op die beleving en met name ook op de gevoelens. En dan komen we bij het bijvoeglijk naamwoord. Je hebt dus het zelfstandig naamwoord de ziel. En het bijvoeglijk naamwoord ziels.
Dat is een beetje lastig natuurlijk, want je zou eigenlijk ook kunnen zeggen in het Nederlands zielig. Dat is dan weer wat lastig natuurlijk, want bij zielig, dat heeft de gevoelswaarde dan weer van dat het niet prettig is. En, ja, zielig. En daar word je niet vrolijk van. Iets wat zielig is, daar word je niet vrolijk van. Maar ik begon even mijn verhaal dat het Nederlands zich ook wel weer erg leent om mijn onderwerp van vanmorgen, om dat even kracht bij te zetten. Want dat is eigenlijk ook wat ik vanmorgen probeer te vertellen. Maar laten we eerst even, laat ik het wat objectiever zeggen, ziels. Want dat is gewoon dat wat de ziel betreft. In het Grieks is dat het woordje, laten we het eventjes wat scherp stellen, dat is het woordje psychikos. En als u voor degene die dat willen nakijken in een interlineair, dan zie je dat strong nummer. Het is een bijvoeglijk naamwoord, ja, dat zei ik al, afgeleid uiteraard van psyche en dat is ziel. Dat bijvoeglijk naamwoord, ziels, dat komen we 6 keer tegen in het Nieuwe Testament. En wel 4 keer in de Korinthebrief. We gaan alle keren ook straks bekijken. In 1 Korinthe 2, in 1 Korinthe 15. En we komen het ook nog een keertje tegen in Jacobus. En ook nog een keertje in Judas. Maar die twee voorkomers laat ik even buiten beschouwing. U ziet hier ook inderdaad, dit zijn die Griekse woorden. En de wijze waarop dat letterlijk dan vertaald zou moeten worden. In de Statenvertaling, en daar zie je hoe lastig dit soms ook is, hè. Als je een Statenvertaling hebt, die vertaalt het wel concordant, dat wil zeggen gewoon eensluidend, want alle 6e keren vertaalt de Statenvertaling het woordje psychikos, ziels dus, met natuurlijk. Vreemd. Huh? Dat is niet natuurlijk eigenlijk, hè? De NBG-vertaling, die maakt het er niet veel beter op, want die vertaalt het 4 keer met natuurlijk en ook nog een keertje 2 keer met ongeestelijk. En daar zit gewoon dus heel veel uitleg in, maar met vertalen heeft het niet echt veel te maken. Je zou gewoon het woordje psychikos, het is bijvoeglijk naamwoord van ziel, dus met ziels moeten weergeven als je het correct doet. Dus we worden er niet echt mee gediend door het met natuurlijk te vertalen. Ik kan het trouwens dat nog wel demonstreren, want ziels is echt niet hetzelfde als natuurlijk. Zoomen we ook even op in, dat woordje natuurlijk. Daar is namelijk al een ander woord voor in het Griekse Nieuwe Testament. Komen we ook tegen, heel wat keren zelfs, veel meer dan 6 keer, komen we dat tegen in het Nieuwe Testament. Namelijk het woord natuurlijk. Physikos, dat is bijvoeglijk naamwoord van natuurlijk dus, en afgeleid van physis, en dat is natuur. Natuurlijk heeft te maken met dat wat de natuur betreft. Wij kennen dat ook allemaal, want we kennen het woordje fysica of fysis. In het Engels heb je physical. Nou ja, dat allemaal is allemaal heeft allemaal te maken met dit woordje physis of physikos. En de betekenis daarvan, het heeft iets te maken met uitspruiten. En vandaar ook is de betekenis van dat woord dat wat aangeboren is. Instinctmatig, waar Dirk zojuist over vertelde, dat is allemaal natuurlijk. Gewoon, dat is aangeboren, daar hoeft niet over nagedacht te worden. Dat is al ingeprogrammeerd. Ik bedoel, en de aardigheid is dat elk dier, zo lees je dat trouwens ook al in Genesis 1, dat alles wat God schiep, al die zielen, ja, maar die werden geschaad en ieder staat er naar zijn eigen aard. Alle soorten hebben hun eigen aandrang, hun natuurlijke aangeboren aandriften. Ik bedoel, wat Dirk vertelde over zo'n schildpad, dat hij gewoon meteen richting de zee gaat. Dat is eigenlijk bizar, waarom gaat hij niet de andere kant op? Hoe weet hij dat? Ja, dat geldt voor die vogeltrein. Hoe weten ze dat? Hoe weten ze dat ze een nestje moeten maken? Ja, dat doet een vogel. Dat doet een kikker weer niet. Die doet weer wat anders. Dus elk die heeft een andere
aangeboren aandrift. Dat is gewoon ja, de natuur, zeggen we. Dat is natuurlijk. En je kunt ook in het algemeen van dingen zeggen van elk levend wezen, elke levende ziel heeft zo een paar gemeenschappelijke aandrangen. In het algemeen bijvoorbeeld de behoefte om te eten en te drinken. Dat kan heel erg verschillen per soort en hoe en wanneer. En je kan zelfs een heel aantal maanden of een aantal jaren dat onderbreken. Maar allemaal is daar gewoon de natuurlijke behoefte om te eten en te drinken. Of te slapen. Sommige mensen hebben heel sterk die behoefte zelfs. Ik hoop niet nu, maar... En anders zeg ik wel te rusten. De drang om te leven of te overleven, dat is een natuurlijke drang. Ja, elk mens, nee niet elk, alleen elk mens, elk dier, elk levend wezen heeft de drang om te leven, te blijven leven, te overleven. Heel eigenaardig. Dat kan, daarin zie je trouwens ook dat natuurlijk niet hetzelfde is als ziels, want het kan zijn dat zielen, en nu doel ik vooral op mensen, want dat vind je weer niet bij dieren, maar dat mensen de zin niet meer zien van het leven en dan zelfs de natuurlijke aandrang wordt overroeld door andere emoties en een eind aan hun leven maken. Dat is niet natuurlijk. Het is wel ziels, dat wil zeggen, de emoties spelen gigantisch op. En die dringen zich aan, maar het is niet natuurlijk. Ziet u dat ziels niet hetzelfde is als natuurlijk? En de bekendste moet ik dan natuurlijk ook even noemen. Juist ook omdat de schrift eraan refereert. De bekendste drang van alles wat leeft, dat geldt trouwens ook voor planten, dat is de voortplantingsdrang. Eigenlijk alles is gericht op te leven en te overleven. Dat is feitelijk ook wat voortplanting is. Want al ga ik dat, dan leef ik toch weer voort in het volgende nageslacht. Zo overleef. En zo zie je zelfs dat de overwinning op de dood al ingebakken is in de hele natuur. Om de dood te overwinnen. Die voortplantingsdrang, ja, dat is ook natuurlijk. Paulus refereert daaraan in Romeinen 1. En dat is een heel omstreden gedeelte, maar ik noem het toch eventjes in verband met dit onderwerp. Waar Paulus het heeft over dat als eenmaal het licht uitgaat, dat wil zeggen, de mens heeft geen zicht meer op God als God, de schepper. Ja, dan gaat het licht uit en wat gebeurt er als het licht uitgaat, dan wordt het donker. En wat gebeurt er als het donker wordt, dan zie je het verschil niet meer. En waar Paulus het dan over heeft, is dat als je niet meer ziet het verschil tussen schepper en schepping, dan zie je ook het verschil niet meer tussen mannelijk en vrouwelijk. En dan ga je dat ook door elkaar halen. Nou, en dan zegt er in Romeinen 1, vers 26, en die van het vrouwelijke geslacht, die vervangen het natuurlijke gebruik tot wat bezijden of naast, of de NBG-vertaling zegt tegen de natuur is, letterlijk naast de natuur is. Maar ook hier zie je dus in het Grieks het woordje echt natuurlijk. Dus niet ziels, maar dit is wat naast de natuur is. En hier gaat het over de vrouwen. En als je nog even verder leest, trouwens pal erop, dan staat er evenzo ook die van het mannelijk geslacht, loslatend het natuurlijke gebruik, namelijk dat van het vrouwelijk geslacht. Het mannelijke is geschapen voor het vrouwelijke. Dat is de biologie, dat is de anatomie. Alles zit zo in elkaar dat het daarvoor gemaakt is. Dat is de natuurlijke aandrang. Niet al de, kijk, waar Paulus het hier over heeft, wat hier beschreven wordt, is heel erg ziels. Emoties spelen wel enorm daarin een rol, maar het is niet de natuur. Ziet u, die twee zijn niet hetzelfde. Daar heeft trouwens ook nog heel erg sterk mee te maken, maar dat is, dan komen we op nog weer een ander onderwerp, maar dat heeft te maken ook met de hele theologie die zegt dat de mens, en dat is de orthodoxe theologie, dat de mens, de menselijke natuur zondig zou zijn. Ik heb dat nog nooit in de schrift gevonden. Niet de natuur is zondig. Wat
zondig is, doelmissend, is juist wat naast de natuur is, wat tegennatuurlijk is. Maar dat kan alleen maar omdat de natuur, zoals het geschapen is, zoals de natuurlijke aandacht, is juist goed. Dus de natuur van de mens is niet zondig. Ja, juist niet. Dus ja, daar zit dus ook nog weer een heel stuk klassieke theologie in gebakken die ervoor gezorgd heeft dat dit op deze wijze vertaald wordt. Maar zie je hoe belangrijk het is om deze dingen, zoals het woord van God dat doet, te onderscheiden. Ziels, ja, maar dan moet je niet verwarren met geest of geestelijk. En moet je ook niet verwarren met natuurlijk, want dat zijn verschillende dingen. Ik zeg niet dat er geen raakvlakken zijn. Een heleboel dingen die ziels zijn, zijn ook heel erg natuurlijk. In feite, voor de dierenwereld vallen beide begrippen zo ongeveer samen. Een dier doet gewoon alles wat het voelt. Ja. Heeft ook niet meer. Een mens is meer. Die kan de dingen overwegen. Die kan dingen beheersen. Waarom? Omdat die namelijk een hogere criteria heeft. Die heeft een geest. Kan nadenken. Kan de waarheid ontdekken. En zoeken. Dat doet een dier niet. Een dier zoekt niet naar de waarheid. Die zoekt alleen maar, die zoekt eten en drinken en een wijfie of een mannetje en dat. Maar niet, die is niet op zoek naar de waarheid. Maar dat is nu juist wat een mens tot een mens maakt. Overigens, ziels is ook in principe totaal niet fout. Er bestaat niet zoiets als foute gevoelens. Ik kom daar straks nog even op terug. Eerst even dit. Laten we eerst eens nu naar die Bijbelgedeelte toe gaan. Dit was eigenlijk alleen nog maar even de inleiding. Ja. Ziels versus geestig. Ik blijf het toch mooi vinden. Ik had ook kunnen weergeven ziels versus geestelijk. Dat is goed te verdedigen. Doe ik bij gelegenheid ook. Want geestig, ik weet het, dat heeft weer net zoiets als bij zielig een bepaalde bijklank. Hè? Zielig, daar word je een beetje bedroevig. Iets wat geestig is, daar word je vrolijk van. Hè? Dat is leuk, dat is geinig. Dat is ook een leuk woord trouwens. Geinig, dat komt weer van genade namelijk. Maar ja, het is wel apart. Laten we eens naar 1 Korinthe 2 toe gaan. Want ik wil u graag verwijzen naar de Korinthebrief, waar dit woord ziels, maar trouwens ook het tegendeel, namelijk geestig of geestelijk, het meeste gebruikt wordt. Eerst 1 Korinthe 2. Daar schrijft Paulus dit. Van deze dingen spreken wij ook in 1 Korinthe 2 vers 13. Ik val natuurlijk midden in het betoog, zodat ik even moet toelichten waar hij het over heeft. Van deze dingen, wat bedoelt hij dan? Nou, kijk het maar even na in het voorgaande. Hij heeft het over de dingen die ons door God in genade geschonken zijn. Om niet geeft, dus. En daar, hij zegt, van deze dingen spreken wij ook. En dan zegt hij erbij, niet onderwezen in woorden van menselijke wijsheid, maar onderwezen in die van geest. Woorden van geest. Niet van menselijke wijze, maar van geest. En dan staat erbij, het is misschien wat lastig om het zo 1, 2, 3 te pakken. Daar moet je dus even over nadenken. Hè. Geestelijke woorden doen passen bij geestelijke dingen. Kijk, waar Paulus het over heeft is dat hij wijsheid predikt. Wijsheid van God. Dat is eigenlijk het onderwerp van 1 Korinthe 2 ook. De wijsheid van God geeft hij door, dat is wijsheid die komt van boven, ja, maar die onderwijst hij ook in woorden die matchen, die precies ook uitdrukken dat wat die wijsheid is. Dus het is niet alleen maar de inhoud die geestelijk is, van God is, maar ook de woordkeuze, de wijze waarop hij het uitdrukt en heeft doorgegeven, de woorden, die matchen daarmee. Dat wil zeggen, geestelijke wijsheid, geestelijke inhoud, de dingen van de geest van God worden ook in geestelijke woorden, die staan dus tegenover woorden van menselijke wijsheid, niet van menselijke domheid, hè? Let op.
Want daarvan, dat zou je kunnen verdedigen. Of kunnen begrijpen. Zo, ja, natuurlijk. Als je als domheid is, dan is het niet goed. Nee, die geestelijke woorden, die staan tegenover woorden van menselijke wijsheid. Dus juist daar waar de mens academisch, intellectueel, op zijn hoogste kunnen is, in de hoogste stand zeg maar, in al zijn vermogen zichtbaar en hoorbaar wordt, juist daar, dat is woorden van menselijke wijsheid, dat staat tegenover geestelijke woorden. Dat is erg belangrijk, want elk woord van, dat zie je in de theologie ook. Dat zijn, daar zitten zo enorm veel woorden, begrippen, uitdrukkingen, die knap bedacht zijn. En soms zelfs zo knap dat geen mens het begrijpt. Zelfs de grootste theoloog heeft het in de gaten waar hij het over heeft, maar ze zijn wel knap. We hadden de vorige keer, 2 weken geleden, over de onsterfelijke ziel. Dat is een woord van menselijke wijsheid. Dat wil zeggen, intellectuele filosofen hebben dat woord bedacht, maar ook inhoud gegeven, daarover geschreven, hele bibliotheken vol, joh. Ja. Maar er zijn zoveel woorden die in de theologie, in de dogmatiek, een enorm grote rol spelen, maar die je in de Bijbel helemaal niet tegenkomt. We hadden het eerder over de drie-eenheid of God de Zoon. Allemaal termen die weliswaar bedacht zijn. Woorden van menselijke wijsheid. En ik bedoel dit niet als een beschuldiging, maar dit is gewoon een vaststelling. Die woorden staan namelijk niet in de schrift. En zijn dus geen geestelijke woorden. Het zijn woorden die bedacht zijn, geconstrueerd zijn, waar heel veel intellectuele denkkracht voor nodig is geweest om dat zeg maar te produceren en te verdedigen. Etc. Ja, maar het is allemaal woorden van menselijke wijsheid. En het zijn geen geestelijke woorden. Dat wil zeggen, ze zijn niet onderwezen vanuit de schrift, het woord van God dat levend en krachtig is en scherp. Ja, en dat is de norm. Geestelijke woorden die passen precies bij de geestelijke dingen. En dan moet je dus echt bij de schrift zijn. Paulus spreekt ook over dat de gezonde woorden zijn. Als je gezond wil nadenken over de geestelijke dingen, gebruik dan ook geestelijke woorden. Dat wil zeggen, bedien je van de termen van de schrift. Ga niet zelf zitten verzinnen en bedenken. Want het hoogste wat je dan kan bereiken, dat is een woord van menselijke wijsheid. Ja. Maar daarmee is het meteen eigenlijk ook aan de kaak gesteld. Want dat is dus geen geestelijk woord. Oké. En nou komen we het. Maar een zielsmens, in de Statenvertaling staat een natuurlijk mens. Nou, dat hebben we al gezien. Hier staat een ongeestelijk mens. En dat kan wel waar zijn, maar dat is niet wat er staat. Er staat een zielsmens. En laten we wel wezen, een mens heeft altijd per definitie hier in deze setting, waar zoals we nu nog zijn, een ziel. Natuurlijk. U, ik, iedereen. Maar daar gaat het niet om. Een zielsmens is niet een mens die gekenmerkt wordt of die een ziel heeft of waar de ziel een rol speelt, want dat is bij ieder mens. Maar een zielsmens is een mens die beheerst of inderdaad gestuurd wordt door ziel. Dat is heel belangrijk. Door de psyche. Er is trouwens een hele wetenschap die daar eigenlijk ook weer op gebouwd is. Namelijk op dat de wetmatigheden, de logica die uit de psyche voortvloeit. Psychologica. Ja. Maar wat is dat dan? Nou, we hadden al eerder over die definitie van ziel. Dat is dat een zielsmens die is georiënteerd op wat voor ogen is. In het algemeen zelfs de zintuigen en wat gevoeld kan worden, wat getast kan worden. En wat het gevoel aanspreekt. Is, begrijp me goed, want ik wil wel goed begrepen worden, want je kan zomaar hier uitglijden of mis
dat er miscommunicatie plaatsvindt. Dit is geen veroordeling van ziel. Een zielsmens is niet een mens, dus ik herhaal, niet een mens waar de ziel een rol speelt. Dat is namelijk normaal. Maar een zielsmens is een mens die zich door ziel, door dat wat voor ogen is en wat de zintuigen streelt en wat het gevoel aanspreekt, zich laat leiden. Voor een dier is dat normaal, voor een mens niet. Een mens is iemand juist die, dat is trouwens ook Grieks, een antropos, dat betekent eigenlijk iemand die omhoog kijkt. Ja, dat is een mens. Dat is van een andere orde, ander soort, zeg maar. Dat is een zielsmens, dus dat is degene die georiënteerd is, wat voor ogen is en het gevoel aanspreekt. Dat kan ook heel religieus zijn. He, dan zie je, dat is geweldig als er een massa mensen zijn. Dat spreekt toch het gevoel, de zintuigen en het aan. Of wat dacht u van mooie kerkgebouwen of gebrandschilderde ramen of de geur van wier, ook. Dat soort dingen. Nou ja, ik vind dat stinken trouwens, maar goed. Dat is mijn afwijking dan weer. Maar goed, het roept een sfeer. Of wat dacht u van lichteffecten? Want u denkt nou van, zit je nou te schoppen tegen de Rooms-Katholieken? Nee, zo bedoel ik niet. Want dit is algemeen. Je ziet het ook in diensten, in charismatische, evangelische diensten, die gebruik maken van harde muziek, ritme, weet je wel, waarbij je zelfs dat in je maag voelt, of lichteffect. Dan wordt een sfeer gecreëerd, ook zelfs door muziek. Is er iets mis met muziek? Is er iets mis met lichteffect? Is er iets mis met wier ook? Nee, natuurlijk niet, daar gaat het niet om. Maar het gaat erom, waardoor wordt iets geleid en beheerst? En ook door muziek en al die effecten bij elkaar, kan een mens in ziels, puur ziels. Hij heeft niks met vroomheid of geestelijk te maken. Kan hij in een stemming komen en dan wordt hij een soort van high. En dan denk je van, dat is vroom en dat is geest. Nee, dat is zo ziels als het maar kan. Weet je wel, dat je helemaal in de, hoe zeg je dat? In de gloria bent, ja. En dan ben je high, maar het heeft niets met geest. Dat is ziels op zijn hoogste niveau, zeg maar. Of zijn dieptepunt, maar in ieder geval in het extreme. Dan is de ziel bewogen. Dat is precies ook wat de ziel zoekt, hè? Die beweging, die emotie. Dat aangesproken wordt. Wat dacht u wat? Want ik heb het nu even over de religieuze uitingen ervan, maar wat dacht u waar tv-makers op uit zijn? Nog niks anders hoor, echt niet. Puur op emo. Er is zelfs een hele uitdrukking voor het emo-tv. Als mij vraagt, is zo'n beetje alles emo-tv. Maar daar kijk ik te weinig voor, dat geef ik toe. Enfin, een zielsmens, die dus gekenmerkt en beheerst wordt door ziel, die ontvangt niet de dingen van de geest van God. Hij aanvaardt niet, dat is actief, hij ontvangt niet. Daar zit ook een passief element in. En ik vind het eigenlijk wel aardig, want wij gebruiken het woordje ontvangen, ook in verband met een antenne of een schotel, weet je wel. Je ontvangt niet. Ja, waarom? Kijk, het punt is, een zielsmens ontvangt niet de dingen van de geest van God. Ja, want de geest van God, die ontvang je alleen maar op een andere frequentie. Die ontvang je namelijk niet op de frequentie van ziels. Kan niet. En er staat er ook bij, dus niet via oog en gevoel. De dingen van de geest van God, wat God vandaag in deze tijd, is erg belangrijk om dat even te benadrukken, want in de toekomst dan komt ook het oog inderdaad, dan wordt als het koninkrijk openbaar wordt, ja, dan wordt het oog ook getriggerd, dat is waar. Maar nu in deze tijd is alles verborgen en de geest van God werkt niet via het oog. Ook trouwens niet via het gevoel. Is er iets mis met gevoel of met het oog? Nee, natuurlijk niet. Maar dat is niet waar de antenne, dat is niet de zender, de frequentie waarop de geest van God uitzendt.
Dat zijn geestelijke woorden, geestelijke dingen, die zich onttrekken trouwens ook volstrekt aan het oog. En kan het niet het gevoel aanspreken? Jawel, dat kan heel goed. Maar daar gaat het niet om. Een zielsmens ontvangt niet de dingen van de geest van God. Want het is een dwaasheid. Ja, hij kan er helemaal niks mee. Hij kan het ook niet kennen. Dus geen verwijt. Het is gewoon heel simpel. Je moet wel een goede antenne hebben. Want anders dan kun je zeggen, ja, dat is een hartstikke goede antenne. Ja, maar hij kan dit niet ontvangen. Hij kan het niet kennen. Waarom niet? Nou, Paulus zegt, omdat het op een geestelijke wijze slechts, in de MBG-vertaling staat, slechts te beoordelen is. Het is kritisch wordt beoordeeld. Een geestelijke wijze kritisch wordt beoordeeld. Moet ik eventjes toelichten. Want het woord dat Paulus hier gebruikt, dat is dit woord. Anakrino. En die term, die is eigenlijk een, komt uit de juridische sfeer. En het is een juridische term en we komen hem met name ook tegen in het boek Handelingen. Veruit het meeste. Dit werkwoord. En dan wordt het vertaald met verhoren of navragen, nagaan, onderzoeken. En dan bijvoorbeeld als Paulus dan bij Felix of Festus of bij Herodes is, dan wordt hij ondervraagd, getest. In verband met de Heer Jezus lees je dat ook. Hij werd verhoord, ik meen door Pilatus of Herodes, doet er niet toe. Maar in ieder geval, het was een verhoring. Waarom? Ik geef hier een aantal bonnetjes bij, want je wil wel weten of het klopt. Hè? Want het gaat namelijk allemaal om waarheidsvinding. Kijk, dat is wat de juridische term anakrino inhoudt. Het gaat om waarheidsvinding. En omdat om de waarheid te achterhalen, moet je de dingen nagaan, checken, onderzoeken, weten hoe het zit. Waarom? Ja, gewoon, je wil de waarheid kennen. Dat is ook precies het enige wat voor een rechter ter zake is. Een rechter, die moet eigenlijk, het is leuk hè, hoe dat ook uitgebeeld wordt in die vrouwen Justitia, die geblinddoekt is. Die laat zich niet leiden door het oog. Of de verdachte of de aanklager sympathiek of antipathiek is. Of wat het, in hoeverre de persoon erbij betrokken is. Allerlei gevoelens, maar ook het oog misleidt juist. En dan gaat het er puur om, wat is waar? Gevoelens spelen geen rol. Gevoelens worden vaak trouwens ook beïnvloed. En beoordelingen door ja, het zicht. Als iets mooi lijkt, dat zie je. Knappe mensen. Ja, ik heb. Nou ja, goed. Ik zou een persoonlijk verhaal kunnen vertellen, natuurlijk. Dat doe ik maar even niet. Maar knappe mensen hebben gewoon al een enorm. In een zielse wereld. Niet één, maar twee, drie strepen voor. Hè? Gewoon als het gaat om succes. Want die worden namelijk op voorhand al positiever beoordeeld. Aardiger gevonden, bekwamer en dergelijke. Volstrekte onzin. Het is niet waar. Nee, maar het lijkt zo. En mensen laten zich daardoor gemakkelijk misleiden. Een geestelijke mens, de geestelijke mens die. En de geestelijke dingen, daar is wat, dat is wat Paulus nu bespreekt. De geestelijke dingen die kunnen slechts op een geestelijke wijze worden nagegaan. En nou kom ik bij het volgende. De geestelijke mens, ziet u, in vers 14 had hij het over de zielse mens. Die geregeerd en geleid wordt door wat hij ziet en gevoelt en sensaties, emoties. De geestelijke mens, wat doet hij? Wij zouden zeggen, de geestelijke mens, als die, en dan komt weer, dan hebben we de vrome, zijn we weer vroom ingeschakeld. En zeggen, dat is degene die helemaal in de zevende hemel of met de armen omhoog. Daar zeg ik niks mis mee, begrijp me goed. Maar alsof dat geestelijk is. Of dat je zwijmelt, of in feite is het ook heel vaak, wij hebben daar ook een mooi woord voor, bigotterie. Dat is gewoon overgeestelijk, dat is. Dat lijkt vroom, maar is het niet. Wat is nou de geestelijke mens? Ik vind hem hier prachtig. Die moet u onthouden hoor. 1 Korinthe 2 vers 15.
De geestelijke mens echter beoordeelt kritisch alle dingen. Dat is geestelijk. Weet je waar je het woord, ik zei je, in het boek Handelingen vind je dat woordje anakrino heel vaak en dan altijd in de juridische setting. Vrijwel altijd in die sfeer, hè, dat er ondervraagd, onderzocht wordt, gecheckt wordt. Nou, maar je leest het ook één keer in Handelingen 17, over de Bereërs. Toen was Paulus in Berea op bezoek en hij kwam net uit Thessalonica en dan staat er in Handelingen 17, die mensen in Berea, die ontvingen Paulus. En ze luisterden naar wat hij te melden had. En dan staat er, ze waren edeler dan die in Thessalonica. Waarom? Omdat ze dagelijks in de schriften nagingen of deze dingen al zo waren. Dat wil zeggen, Paulus werd gecheckt. Wat je vertelt, we willen graag luisteren, prima, kom maar. Kom maar, wat heb je te melden? En dan is niet het criterium, is het mooi, of het is wauw, wat een spreker is die man, of wat een emoties, en hoe kan hij het hart raken, en hoe gevoelig is die, al dat soort emoties. Het kan prachtig wezen. Ik denk wel eens een keer, als spreker ben je eigenlijk het meest bij gediend, als het gaat om geestelijke dingen, dat je verschrikkelijk saai bent. Waarom? Omdat je op het moment dat je in allerlei sprekerskwaliteit hebt, dan kan dat zomaar invloed hebben op het overreden van andere mensen. Alsof dat iets aan de waarheid toedoet. Begrijpt u wat ik bedoel? Eigenlijk zou je dat element van hoe er gesproken wordt en in hoeverre het gevoel aangesproken wordt, zou je allemaal ervan aftrekken. Zodat het om één ding gaat, en dat is van die Bereërs lees je. Ze gingen dagelijks in de schriften nagaan. Ze gingen na, en dan staat daar weer dat woordje anakrino. Ze checkten. Ze onderzochten. Waarom? Omdat ze geïnteresseerd zijn in de waarheid. Dat is wat anakrino, de gedachte achter dat woord. Je wil weten wat de waarheid is, dat is geestelijk. De geestige mens is degene die geïnteresseerd is, niet in goed voelen of in mooi uiterlijk, allemaal tot je dienst, heeft allemaal zijn waarde, maar het gaat om één ding en dat is het waar? Klopt het? En dan moet je inderdaad geblinddoekt worden, zoals vrouwen justitia, u weet het. Is het waar? Komt het inderdaad overeen met wat er staat geschreven? Moet je ook trouwens niet gaan checken bij de woorden van menselijke wijze. Zeg van ja, nee, het zal wel niet waar zijn, want professor zus en zo, die heeft dat gezegd en die man die heeft een geweldige gezag. In een kerkgemeenschap is dat in synodes allemaal zo besloten en er is gezegd dat dit een ketterij is, dus het kan niet waar zijn. Weet je, ook dat is ziels. Want dan laat je je imponeren door argumenten die niet ter zake doen als het gaat om de waarheid. Want als het gaat om de waarheid, gaat het om één ding en dat is, staat het geschreven. Precies wat die Bereërs deden. Nagaan in de schrift of het zo is. En dan ga je alle andere elementen die er misschien nog bij komen, van grapjes en humor en schone schijn, trek je er allemaal even vanaf. En wat houden we over? Dat wat er staat geschreven. Want daar kun je op bouwen. Dat is de geestelijke mens. De geestige mens. De waarheid, dat is het criterium. Geldt trouwens ook al in het alledaagse leven. Het gaat niet om gevoel. Maar of het waar is. Niet wat je ermee doet of hoe het voelt, maar hoe het is. Laat ik even een paar onderscheidingen zo op een rijtje mogen zetten. Ziels is gericht op wat voor ogen is. Geestig is gericht op woord. Wat uit gehoor is. Ziels. De zielse mens vraagt, voelt het goed? De geestige mens vraagt, is het waar? De zielse mens is gericht op wat de mens kan. De geestige mens, dus hoger, hè, is gericht op wat God kan. Op zijn vermogen. En maar
direct daaraan verwant aan het voorgaande, is dus, de zielse mens wordt ook gefrustreerd, teleurgesteld door eigen onvermogen. Want ja, je kan wel gericht zijn op wat de mens kan, maar als je dan tegen grenzen aanloopt, en dan zou je allerlei dingen willen, en dan kan het niet. Ja, en wat is daarvan het gevolg? Frustratie, teleurstelling, en dan krijg je dus inderdaad, ja, wat is dat? Dat is dus echt zielig. Dat is die frustratie. Nou komt dat woord, die betekenis in het Nederlands, er ook inderdaad bij kijken. De geestige mens, die gaat sowieso al niet uit van zijn eigen vermogen of wat de mens kan. Daar gaat het namelijk niet om. De geestige mens is gericht op wat God kan, op zijn vermogen. En dat is nogal mooi, we hebben het over God, met allemaal hoofdletters, degene die almachtig is en dat wat hij wil bewerken, kan hij ook bewerken. Kijk, dat is God. En weet je wat het gevolg daarvan is? Als je daarop georiënteerd bent, dan word je blij. Want aan mijn kunnen, daar zijn grenzen. En je loopt er soms al heel snel tegenaan. En so what? We hebben een God die alvermogend is. En wat ik niet kan, kan hij. Ja, en dat maakt blij. En daarom zie je ook dat de zielse mens uiteindelijk zielig is. Maar de geestelijke mens, zo u wilt, die geleid wordt door pneumen, die is geïnteresseerd in de waarheid. Maar de echte waarheid, die van boven komt, ja, richt je op wie hij is en op de toekomst en zijn woord en de rijkdom. Dat verheugt, dat is geestig. Kijk, daar word je blij van. Dat is de echte betekenis van geestig. Geestig betekent maar niet grappig. Ja, oké, okay, van geestig word je blij, dat is waar. Maar geestig wil eigenlijk zeggen, het is gericht op echt pneuma. De dingen van de geest van God en wat hij kan en wat hij te melden heeft. Ja, het ene is dus zielig en het andere is geestig. Ja, nou moet ik toch eventjes nog naar 1 Korinthe 15 en... Dat is echt geestig hoor. Want dan hebben we het over de toekomst. We weten allemaal, ja, we zijn stervelingen. Dat is ook zielig, want we zijn een levende ziel. Ja, maar we zijn eigenlijk ook een stervende ziel. Een ziel die bezig is dood te gaan. En dat betekent ook trouwens wat het woord sterveling wil zeggen. Je bent aan het sterven. Dat had de Heer ook gezegd tegen Adam al, dan zul je stervende sterven. Dat is een sterveling. Ja, maar weet je wat nou de geweldige waarheid is? Wij zijn stervelingen. Maar de waarheid, waar we het 2 weken geleden ook over hadden, de dood is overwonnen. Dat was al vanaf de aanvang beloofd, voorzegd, nauwkeurig. En inmiddels, kan ik zeggen, 2000 jaar geleden, als een feit, historisch gedocumenteerd, bewezen, namelijk, de dood is overwonnen. En zal uiteindelijk worden teniet gedaan. Dat is 1 Korinthe 15. Nou, naar dat hoofdstuk gaan we toe. Dat is dat monumentale hoofdstuk over de overwinning op de dood. Nou, er wordt een zielslichaam gezaaid. We hadden het over ziels, dat hetzelfde zou zijn als geestelijk. Nou, dat hebben we inmiddels al natuurlijk weggeblazen. Hier worden we er trouwens ook weer op getrakteerd, dus dat is helemaal niet waar. Dat ziels tegenover lichaam zou staan, is ook niet waar. Dat zie je hier trouwens. Er wordt dit is een zielslichaam. Dus dat lichaam wordt gekenmerkt door de ziel. Gestempeld of geleid door ziel, psychikos. Een psychisch, een ziels lichaam. Dus ziel staat niet tegenover lichaam. Nee, dit lichaam is ziels. Dat is een heel ander verhaal dus. Beheerst en trouwens ook beperkt door ziel. Ja, gevoel, sensaties en daar heb je dus dat bloed weer. Dit lichaam, daar stroomt bloed doorheen. En het is
dit hele lichaam, dat is een gegeven, dit sterfelijke lichaam is mede ook sterfelijk, juist omdat het ziels is. Er wordt een zielslichaam gezaaid. Paulus heeft het hier over dat wat in de aarde terechtkomt, de mens. Hè? Hij leeft, gaat dood en stof is hij en hij keert weer terug tot de aardbodem. Hij wordt begraven. Hij keert weer terug tot de aarde. Dat is de geweldige betekenis ook van een begrafenis. Het is de symboliek. Want het is echt niet zo dat God een gecremeerd lichaam niet meer zou kunnen vinden of zo. Nee, het gaat om de symboliek. Bij een begrafenis, dan als een boer vertrouw je het zaad, het lichaam, aan de aarde. In de verwachting dat God op zijn tijd, in een nieuw seizoen, in het voorjaar, als een nieuwe leven ontluikt, dan komt het weer tevoorschijn. In vertrouwen draag je het over aan de aarde. Er wordt een zielslichaam gezaaid. Ja, maar er wordt een pneumatisch lichaam, ja, dat is wat Paulus hier zegt, een geestelijk lichaam opgewekt. Ook hier zie je trouwens dat pneuma niet tegenover lichaam staat. Dit lichaam wordt gekend. Het lichaam dat straks opgewekt wordt, is niet ziels. Nee, wat gezaaid wordt, terugkeer tot de aarde, dat is ziels. Maar wat als het eenmaal opgewekt wordt, dan is dat een pneumatisch lichaam. Pneumatisch, dat is volgens mij een term die we tegenwoordig alleen maar gebruiken in verband met de techniek. Hè. Maar hier spreekt Paulus over dat lichaam in de opwekking is pneumatisch, gekenmerkt door geest, beheerst en geleid door geest. Ook niet meer door ziel dus, het heeft geen bloed. Het kan zijn dat ik nu te veel zeg en dan moet u dat maar bij de beoordeling weer aftrekken. Maar als het geen zielslichaam is en de ziel is in het bloed, ja, dan is het dus een lichaam waarin geen bloed stroomt. Ja, wat dan wel? Nou, wat dacht je van wat? Wat dacht je van pneuma? Als u dan vervolgens vraagt, ja, wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat weet ik ook niet. Zover is het nog niet. Maar het is een pneumatisch lichaam. En nu wordt ons lichaam gekenmerkt door ziel en daar ook door beperkt. Maar het geweldige is, bij dat pneumatische lichaam wordt gekenmerkt door geest. En dan kan je zo'n lichaam, we kennen zo'n lichaam, want er is er één die zo'n lichaam inmiddels heeft. En die was op het ene moment hier en op het andere moment was hij daar. Moet je je voorstellen, dat zou wat voor jou wezen, Priscilla. Hè? Ja, Priscilla doet niet anders dan reizen met vliegtuig, maar dat je hier denkt van, ik wil wel eens even in Texas wezen. En dat je daar bent. Dat is een pneumatisch lichaam. Dat je geest je lichaam stuurt. Zeg je, ja, maar dat kan toch niet. Nee, maar we hebben het over het lichaam in de opstanding. Een lichaam geleid en gekenmerkt door pneuma. Er wordt een geestelijk lichaam opgewekt. Indien er een zielslichaam is, dan is er ook een geestelijk lichaam. En nou refereert Paulus zelf ook aan die eerste hoofdstuk in Genesis. Zo is het ook geschreven. Genesis 2 vers 7. De eerste mens, Adam, werd tot een levende ziel. Maar, zegt Paulus dan, de laatste Adam tot een levendmakende geest. Ziel, geest. Ik nog even teruggaan. Ik ben vergeten om daarop te wijzen. Hier staat dus ook weer in de NBG-vertaling en in de Statenvertaling ook een zielslichaam, een natuurlijk lichaam. Streep door, staat er niet. Als je een bereer bent en je bent geïnteresseerd in de waarheid, dan streep je dat door, want er staat niet een natuurlijk lichaam, er staat een zielslichaam. Onmiskenbaar, dat is gewoon de waarheid. Het is niet een natuurlijk lichaam, het is een zielslichaam dat gezaaid wordt. En een pneumatisch lichaam dat wordt opgewekt. En hier ook een levende ziel, maar de laatste adem, een levendmakende geest. Dus niet alleen maar zelflevend, maar ook levengevend en levenmakend. En zijn woord straks is voldoende om de doden levend te maken. Heeft hij trouwens ooit bewezen, bijvoorbeeld bij het graf van Lazarus. Toen hij zei, ik ben de opstanding en het leven. En dat hij inderdaad een dode tevoorschijn riep.
Kijk, levend maken. Dat is het woord van God is levend en krachtig, effectief. Het doet wat het beoogt. Prachtig trouwens. Adam wordt geplaatst tegenover de laatste Adam. En waarom heet hij Adam? Nou, kan het u vertellen. Adam heet Adam omdat hij de mens representeert. Adam betekent ook gewoon mens. Of de mensheid. Nou, dat doet Adam. Adam representeert de mensheid. En in hem zijn wij allemaal zondaren en stervelingen. Dat is geen keuze van ons. Dat is gewoon een gegeven. We zijn in Adam. Maar ik heb een goed bericht. En dat is het geestige. Want het zielige is natuurlijk, we zijn in Adam zondaren en stervelingen. Dat is zielig. Maar we zijn in Christus, de laatste Adam, ligt de verzekering en de garantie dat we worden en levend gemaakt en gerechtvaardigd, alsjeblieft. En wat moet ik ervoor doen? Nou, net zoveel als dat u ervoor moest doen om een sterveling en een zondaar te worden. Niks dus. Daar valt trouwens ook niet aan te ontkomen. Ik moet er ook bij zeggen, het is niet allemaal tegelijkertijd, want dat gaat allemaal, had Paulus al eerder uitgelegd in 1 Korinthe 15, ieder in zijn eigen rangorde, allemaal in afdelingen. We zijn eerstelingen, Dirk had er al op gewezen, dat is waar, maar niettemin, het gebeurt. De garantie ligt er. In de laatste Adam betekent, hij is de laatste Adam, omdat hij de hele mensheid insluit. Ook dit is geen woord van menselijke wijsheid, woorden van menselijke wijsheid en orthodoxe theologie ontkent dit. So what? Het staat geschreven. En dat is de waarheid. En het is imponerend. Daarom is het is niet waar omdat het imponerend is, maar het is imponerend omdat het waar is. Ja. Maar, en dat is het laatste wat ik nog opwijs, en dat moet ik ook echt een punt zetten. Zegt Paulus er dan nog bij, wil ik nog, toch nog even op attenderen. Maar, zegt hij, niet het geestelijke komt eerst, het geestige, het pneumatische, maar het zielse. Vervolgens daarna het geestelijke, het geestige, het pneumatische. Eerst ziels. Dan pneuma. Pneumatisch. Weet u wat ik het geweldige daarvan vind? Dat betekent dat het hele project Adam niet is mislukt. Zo moest het gaan. Het eerst moest daar Adam zijn, een levende ziel. Waarom? Nou, als er geen Adam zou zijn, zou er ook geen laatste Adam zijn. Die, kijk, Adam was by design, gewoon in het ontwerp, als de bedoeling dat hij een ziel zou zijn. Maar hij was niet de definitieve. Nee, hij moest eerst komen, omdat het begint bij het zielse, daarna het pneumatische. Eerst Adam, daarna de laatste Adam. Eerst zielig en daarna geestig. En daar ben ik verschrikkelijk blij om. En daarom hoop ik dat u zo'n smiley bent. Dat is wat dit geestige woord bewerkt. Het maakt blij. Je moet niet blij zijn. Het maakt blij. Zoals het levend maakt. Alsjeblieft. En het volk zei... Dit niet. Twee keer. Jouw erin. Laat me in u blijven. Groeien, bloeien. Nou, ook niet, maar erg toepasselijk lijkt mij. Thank you.
waarom ben je nog steeds omlaag? Ja. Oh, maar dan doen wij hem omhoog. Ja. Vind ik veel geestiger eigenlijk. Ja. Ja. Oké, okay, zullen we deze samenkomst nog afsluiten? Bedankt, dat zingen we straks nog één lied. Machtige God en Vader, we danken u voor zo'n geweldig woord dat levend en krachtig is, effectief. En dat het van een scheidt de dingen die wij mensen zo gemakkelijk en zelfs officieel door elkaar gooien. En Heer, we danken u dat we juist wanneer we de schrift openen, dat daar een geweldige lichtbundel binnen alles bestraalt en de dingen aan het licht brengt. En Heer, we danken u voor de waarheid die uw woord onthult. En dat is ook het enige wat er werkelijk toe doet. En ook wat ook kracht geeft. Wat ook een mens uittilt boven alle omstandigheden en de gevoelens, de indrukken die we hier hebben. En alles wat er bij ons binnenkomt. En we zijn hier allemaal zielen. En we hebben zo allemaal onze eigen indrukken en ook onze eigen gevoelens en we zijn hier daarin ook weer zo verschillend. Maar we danken u dat dat niet het leidende principe is. Waar het om gaat. En dat we elkaar daarop ook iedere keer weer mogen attenderen. Dat het niet om het zielse gaat, maar om het geestige. Dat wat van u is, wat u te melden hebt. In de woorden zoals u ze hebt uitgekozen. En zoals we ze vast hebben gelegd gekregen in de schriften. En we danken u dat we dat elkaar mogen voorhouden. Want dat woord heeft werkelijk kracht. Leer ons dat steeds meer verstaan. Verlicht ons, zoals we zojuist ook zongen, daardoor. Dat we vrucht daardoor zouden dragen. Want daar, in dat leven, is kiemkracht. Is leven. Woord dat u geeft, gaat overleven. De levende God, het levende woord. Maar ook het leven dat triomfeert. En de dood volledig doet. Wat een woord, wat een geweldig perspectief. Heer, we danken u dat dat ons werkelijk geestig in het leven doet staan. Geinig, inderdaad. Pure genade van u. We danken u dat u het om niet geeft. Zo bevelen we ons ook bij u aan. We danken u voor dit samen zijn, voor de ontmoeting. Voor het feit dat we in de gelegenheid zijn om de schrift in alle rust en vrijheid te openen. En we danken u voor wie u bent, in uw Zoon Christus Jezus. Amen. We zingen straks nog een lied dat we vorig jaar, het Goed Bericht Weekend, een aantal keren hebben over de gelukkige God. Daar word ik ook altijd zo gelukkig en geestig van, om daaraan te denken. En ondertussen gaat nog even het collectezakje rond ter bestrijding van de onkosten en andere. Doe je best, zou ik zeggen. En deze jongen, die mag nou weer de honneurs waarnemen van het collecteren.
ik veel te lang gesproken heb. Het is inmiddels 5:12, we zijn eigenlijk 10 minuten over tijd. Het is al wat een kostbare vrije dag. Nou, ik hoop dat u het ons geeft. De eerstkomende keer dat we hier weer bij elkaar hopen te zijn, dat is... de 24e natuurlijk, ja. De 24e november, Deo Volente, aankomende donderdag. In Bodegraven gaan we verder met het hoge priesterlijk gebed in Johannes 17. U bent bij deze van harte daarvoor uitgenodigd. U ziet, er zijn nog meer bijbelstudies op het programma. Maar dat ga ik allemaal niet vertellen, want het is al laat voor de dag. Ik wens u bij deze nog een heerlijke zondag. Klinkt wat opgeblazen. Ik zou zeggen, al het goede, God zegen en tot ziens allemaal.